Welkom terug, beste kijkers van mijn kanaal. Welkom terug bij de tweede aflevering van Unravel. De nieuwste, allernieuwste indie. Allereerst op de PS4, ook op mijn kanaal. Ik heb in de eerste aflevering al aangegeven dat het een soort dubio was, een soort dilemma. Welke zal ik nou halen? Wordt het Firewatch of wordt het Unravel? En ik denk dat ik in de eerste seconde al om ben. Vooral omdat The Witness en Firewatch eigenlijk onwijs veel op elkaar lijken, zelfs qua artstijl. Het is allebei een free roam game, een open eiland, een soort van open gebied. In Firewatch is dat een gebied met een kaart en een kompas in je hand. Maar je kan vrij weinig doen. De game heeft geen diepgang. Hij zoekt eigenlijk naar een psychologische thriller te zijn. Maar de climax ontbreekt. De game is klein, heeft maar 5 trofeeën en is in 4 uur klaar. Dat is niet mijn 20 euro waard en vandaar is het... Woehoe! Unravel geworden! En we gaan vandaag verder aan deze super lieve, schattige game. En ik hoop dat jullie daar zin in hebben, jongens. Los van dat de game echt mooi is, is het ook echt... Het speelt leuk. Het speelt goed. Zeg maar, los van de mechanics en de schattigheid en de stijl, de sfeer, is ook de gameplay fijn. Het voelt heel, gewoon clean, alsof het af is. Goed afgemaakt, snap je? Ja, klinkt misschien een beetje raar, maar het voelt gewoon heel chill. Ik zou niet weten of ik hier hem ook mezelf moet vastmaken en dat ik dan iets kan doen misschien. Oh, waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk moet ik hem meenemen, let maar op. Yes. Dus uiteindelijk heb ik het doosje helemaal naar boven geduwd en kan ik deze sprong maken. Nice. Ik probeer ook nog even hierheen te springen voor, een collectible. Toppie. Chill. We hebben dus een collectible erbij en die sla je eigenlijk snel genoeg over, maar wij zagen hem lekker. Oh. Deze sprong wil ik ook maken. Kan het niet? Jawel, kan wel. Let op. Moet kunnen. Aanloopje. Ah, net niet. Ik denk niet dat het kan. Ik denk niet dat je daar bovenop kan komen. Wow, ik snap wel waarom het niet kan. What the fuck? Wow, hoe lief en schattig is dit, man? Deze had ik niet zien aankomen. Kijk, daar is de laatste collectible. Volgens mij is dit de first missing part dan. Ja, zie je? De missing piece. De allereerste missing part die we verzamelen in de game. En nou heeft waarschijnlijk het boek ook toegevoegde waarde. What the fuck? Ik vind alles mooi in deze game. Moet je kijken. Ook die foto's. Het voelt echt... Ik hoorde het Patrick ook al zeggen. Dus Black Dragon voor de mensen die hem niet kennen. Is ook een YouTuber. Staat ook bij mijn aanbevolen kanalen. Hij speelt het spelletje ook. Ik keek zijn aflevering in. Hij zei dit is echt zo'n game dat je... Ja, waarschijnlijk helemaal opgaat in herinneringen. En echt zo'n zielig verhaaltje. Dat het echt een prachtige game is die echt ergens voor staat. Een statement, een boodschap brengt. Met een bepaalde kijk naar de wereld. Dat is gewoon mooi. Zo mooi. Kijk, zie je, dit boek is ook geüpdate nu. Maar de manier hoe alles gaat, zo soepeltjes, weet je. Hoe mooi die vonkjes zo neerdwarrelen, die poeder. Kijk, de eerste foto staat erin. De eerste paar foto's. Het is gewoon de herinneringen ophalen uit dat wereldje, lijkt wel. Uit die chapter. Kijk, en dit is wat ik in de volgende chapter moet gaan doen, dus... Dit is wel degelijk een boek dat een grote invloed heeft op de game, denk ik. Dit is een groot punt wat belangrijk is in deze game, waar we vaak zullen terugkomen. Wat ook grappig is om te vertellen. Ik weet natuurlijk niet hoeveel mensen mijn kanaal of mijn videobeschrijving checken per aflevering. Maar daar update ik altijd een klein stukje tekst over de desbetreffende game die ik speel. En dit keer is dit natuurlijk Unravel. En ik maakte een grapje over dit kussen. Ik ging het voorlezen. Iets met Urshma Enklating. Maar het...
blijkt dus ook echt een Zweedse developer te zijn. De studio Coldwood is een klein Zweeds bedrijfje, dus ik had de taal gewoon goed. En ik zie ook dat die foto daar, ik kan er nu niet echt op richten, maar volgens mij is die ook geüpdate. Dat fotolijstje heeft nu een kwart van een foto erbij gekregen. En wat mij ook opviel, is... Ik wilde weten of ik hierop kon. Of onder kon. Dus mezelf hier laten vallen. Nee, kijk, hier tussen kan ik dus niet. Ik dacht, wie weet ligt er wat. Ik heb wel veel games gespeeld, dus... Ik weet ook wel die sneaky collectible plekjes een beetje. Waar developers ze verstoppen in hun game. Maar dit keer is het niet het geval. Nou. 3 van de 5 secrets found, hè? Is toch ongelofelijk? Dus dat betekent dat we dus... Alsnog... Ik hoop dat jullie hebben meegekeken en het hebben gezien. Alsnog heb ik hier nu 2 secrets gemist. Dus ongelofelijk eigenlijk, maar goed. We gaan verder, jongens. En we gaan beginnen aan of The Sea of Barry Meyer. En... Hey. Up. Kijk me eens swingen. Oh shit. Het is me gewoon gelukt. Ik kan hier nog naar een bovenste. Dat is de Mountain Track. Dat is dus eigenlijk chapter 4 of 5 uit mijn hoofd. Aha, en daar kan ik dus ook nog heen. En als ik dit zo swing, dan komen we waarschijnlijk uit bij chapter 5 en 6. How much is enough? Down in a hole. Off the rails. En zo kun je dat allemaal spelen. En hier kun je natuurlijk niet heen naar links. Grappig, we hebben in ieder geval een beetje een overzicht over wat de game tot nu toe te bieden heeft. Een klein overzicht van de chapter select. Onze eerstvolgende taak wordt dus eigenlijk The Sea of Barry Meyer. Ik zie dat ik dit nog niet eens kan spelen, dus we moeten aan The Sea beginnen. En hierboven was ik ook wel benieuwd naar. Dus je kan namelijk deze sprong doen. Oh. Niet dus, we moeten eerst omhoog. Kijk, maar je kan je dus overpakken. En waar gaat dit heen, vraag ik me dan af. Hè? Dit is echt zo'n secret plekje weer. En waar gaat dat middelste heen, vraag ik me dan ook weer af. Maar goed, we gaan eerst even hierheen. Woehoe! Wow! Had iemand die zien aankomen? Wacht, ik ga nu vet kloten. Ik moet even met de... Lamp, swing mee. Ah, de lamp is zwaarder dan mij natuurlijk. Dat voelt heel kloten. En een sweeper. Huppakee. Hebben we er wat aan? Oh, dus nou ben ik hier en we kunnen er niet eens wat doen. Chill. Grappig hoor allemaal. We gaan beginnen aan de sea, jongens. Let's go. Een foto waarop 2 kindjes te zien zijn. Maar als je dus goed inzoomt, dan zie je dat... Alleen 1 iemand een krab vasthoudt. Die had ik niet zien aankomen. Maar oké. Nou, daar zijn we dan. Het is wel even wennen aan het feit dat deze game zo mooi is. Dat ik niet weet of ik naar een cutscene kijk of naar gameplay kijk. Maar... Gameplay het is, baby! En goed moeten we die trophy oogjes openhouden om de collectibles te vinden in deze, ja, best wel sneaky game. Want zelfs in de chapters waar ik dacht dat ik alles had gedaan, blijkt dus dat ik nog 2 secrets mis. Dus dat is ongelooflijk. Kijk, daar zijn de 2 kindjes met een vlieger. En ik zie daar de eerste collectible. Ah, daar kan ik net niet bij. Hmm.
Hier is nog helemaal niks te doen. We zullen toch echt, denk ik, het hierachter moeten zoeken. Oké, dit werkt. Bijna. Maar misschien was dit al de bedoeling, inderdaad. Nice. En goed uit mijn doppen kijken voor Secret, die ik tot nu toe nog helemaal niet heb gezien. Oh, ik ben naar beneden gevallen. Kijk nou hoe klein ik ben. Ik zat naar de andere kant van het scherm te kijken en ik viel gewoon naar beneden. En uiteindelijk ben ik dus zo klein. Maar ik snap het al, ik zie het al. Met het klein beetje draad wat ik over heb, moet ik een trampoline zien te maken. Yeah. Nice. Alright, dit is gelukt. En nu moeten we aan de vlieger gaan, denk ik. Dus 1, 2, 3. Oh, let's go. Oh. Oké, ik bestuur dit dus zelf. Laat dat duidelijk zijn. Dit is echt zo leuk gedaan, jongens. Een van de meest originele en prachtige graphics platformers die ik in een lange tijd heb gezien. Oeh. Oh, jammer. Het is nog best een pittige game, wat ik dus al zei. Deze platinum gaan halen in één run? Dacht het niet, knul. Daar moet ik toch echt nog wel wat meer voor oefenen. En natuurlijk de mechanics doorkrijgen. Zodra je een leveltje beter kent, lukt het ook beter om een level flawless te halen. Aha! Nice! Dat is gelukt. We wikkelen ons weer een nieuw touwtje om en we kunnen verder. Dan heb ik in ieder geval altijd een trampoline hier om terug te kunnen. Mijn laatste beetje draad, jongens. Nice.
Ik weet ook niet of dit überhaupt de bedoeling is, want ik had ook nog een linkerkant van een boom natuurlijk. Zo. Genoeg dennenappels zodat ik straks op een goede manier aan de overkant kom. Hoppakee. Zat van die appeltjes. Lekker verplaatsen. Hup, jij komt hier. Jij daar. Kom op, je kan het. Oeh. Nou, zo moet ik het ook redden, toch? Ja, precies. Wow, ja. Jazeker. Wow, die krab. Dat had ik nog niet eens gezien. Ik dacht ik moet daarheen. Dacht het niet. Niet? Is hier niks? Denk het niet. Extra draad. Kijk, dat hebben we altijd nodig natuurlijk. Hey, kijk eens. Eventjes. Toch nog een secret in het water, hè? Kijk, ik heb er wel een leven voor gegeven. Maar, dit is dan dus de playthrough waarin je de collectibles haalt. En in een andere playthrough moet je gewoon maar gaan voor de nul deaths. En dan boeien de collectibles weer niet. Dat is gewoon een keuze die je maakt aan het begin, denk ik, van je spel. Van je save game. Waar ga ik voor de nul deaths? Oh. Ouch. Ja, dat doet pijn in mijn hoofd. Oh, 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 oh. Maar dat lijkt me dus echt slim om te bepalen. Waar ga je voor aan het begin zodra je een raffle opstart? Ga je voor de nul deaths? Of ga je voor de collectibles? Anders wordt het vrij tricky in één playthrough. Zeer mooie game, die meeuw op de achtergrond. En nu jongens. Zal hier nog wat zijn? Ja, ja. Oh. Come on. Mijn draadje wil niet mee. Ik wil hiermee de aflevering eindigen. Kom op, draadje. Oh, we moeten eerst langer draad zien te vinden. Klote zeg. Oeh, dat is daaronder. Snel, klim omhoog. Oh. Oh. Oeh, dat ging net goed. Dat had ik dus ook gewoon kunnen doen. Kijk, dat weet je allemaal. Als je de leveltjes een keer hebt gespeeld en je dus voor de nul deaths kan gaan. Nou goed, dat is ook weer een collectible mooi. Oké, dan ga ik wel even zo terug, dan heb ik langer draad. Dat kan dus niet. Dat weet ik dan ook weer.
En nou kunnen we dus via deze kant. Ik ben benieuwd waar ik de aflevering kan eindigen en wat een mooi stuk is om de poort te eindigen. Oeh, spannend, pak je vast. Oeh, net aangehaald en net de golf. Phew. Dit spelletje is echt veel te schattig. Kan ik dat halen? Lijkt er niet op. Oh, kan ik dit meenemen? Ja, ja. Oh, ik had zoveel progressie. Ik zag daar een collectible. Oeh, bijna. Ja, ik heb de collectible. Oeh, oeh. Nee. Oh, jammer. Maar goed, ik heb als het goed is wel de collectible en dat heb je opgeslagen. Maar dus, we hebben zat gedaan eigenlijk. Ik ga hier mijn aflevering eindigen. De volgende aflevering beginnen we met die swing naar de andere kant, zodat we op de steiger belanden. En verder kunnen gaan met de chapter. Kijk, mijn poppetje staat ook rustig met zijn armpjes over elkaar. Ik hoop dat jullie hebben genoten. De video supporten, leuke like en een commentaar te laten. En dan zie ik jullie snel achter bij een nieuwe aflevering op mijn kanaal. Later jongens.